Ik heb echt zitten vloeken tegen het tv-scherm. Ja. Ja, dat gebeurt me niet vaak meer. Nee, maar het moest wel even. Ja, met de Galiet en Sophie. Die daar samen zaten met die Raoul heertje. En die gingen dan even leuk iets over migratie doen. En dat deden ze dan aan de hand van een filmpje over ene Harm uit Budel. En Harm die had niet de spierballen, zou ik maar zeggen, van een Schwarzenegger. Had niet de looks van George Clooney, nee. Dus hij was heel makkelijk om hem een beetje in de maling te nemen. Nou, en dat deed die verslaggever ter plekke al, die dat filmpje maakte. En in de studio deden ze dat nog eens even dunnetjes over met die heertje. Die zei, ja, die jongen ziet er niet uit en dit en dat. Want die Harm die is dus buurtwachter, buurtpreventie. Want in Budel hebben ze gewoon heel veel last, ja, van al die asielzoekers. Nou, in ieder geval gingen ze daar een beetje lopen dollen en lopen vervelen in die studio met die Galiet en die Sophie. Het was weer een volkomen grachtengordel. En die gingen daar een beetje ha-ha-ha over doen dat die mensen er zelf een beetje politie gaan spelen. En de Caroline, vrienden, die werd woedend en volkomen terecht. Dit was weer echt zo'n staaltje grachtengordel. Dit was weer van met dédain, ja, met enorm veel dédain neerkijken op de provincie. En wij in het Westen, wij moeten hier om lachen, om jullie buurtwachten en noem het allemaal maar op. Het werd niet zo direct zo uitgesproken, maar de Caroline, die voelde het haar fijn aan. Ja, die voelde precies heel goed wat hier aan de hand was. Dat wat ik net zei, het dédain van het Westen voor de provincie. En daarom pakte ze uit en toen zei ze, dan moeten jullie zelf maar eens naar Budel gaan. Ga daar maar eens kijken hoe het is voor die mensen. Hoeveel last ze hebben met inbraken, met lastiggevallen worden. En doe het maar op en onveiligheid. Of ga naar Ter Apel en ga daar maar kijken. En dan zul je wel anders piepen. Ja, dat is eigenlijk wat ze zei. En ik kon helemaal begrijpen dat de Caroline daar eens even uitpakte. Ja, want dat zouden inderdaad moeten gebeuren. Ze zouden die Galiet en vooral die Sophie ook en die heertje mee, hup, in een busje en op naar Ter Apel en Budel. En ga daar maar eens even een maandje zitten. Hé, en dan horen we jullie weer.